Let op Lady, hè? Die loopt dus daar voor me. Oude bovenburen, deze bank die ligt wel fijn, zo. En wat heb jij dan met een 2? Ik dan met een 2. Wat is dit? Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. En ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 18 januari 2022. En het is nu bijna 9:30. Het scheelt 5 minuten, maar dat maakt niet uit. Ik ga zo lekker Lady uitlaten. Lekker dat in de mist. Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is mistig vandaag. Dus... wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, onderweg. Ik heb dus nu net het ziekenhuis gebeld. Morgen 9:30 mag ik er wezen. Morgenochtend dus. Gaat niet best. Kan ik je vertellen. Dus vandaag heel rustig gaan doen. Morgen ook een beetje rust eraan doen. Ja. En dan... ik hoop dat ik het weekend wel weer doorkom. Dus ik heb nou maar 2 uur en 41 minuten geslapen. Dus... hoeha. Mijn god. Lopen met Lady. Gelukkig alleen. Maar het gaat niet best. Nee. Huilen stapt me nader als lachen. Maar oké. Ja. Maakt niet uit. Ik maak mijn rondje af. En ik ga lekker naar huis. Ja. Precies. Let op Lady, hè. Die loopt dus daar. Voor me. Ze weet dat ik pijn heb. Dan wacht ze hier. Kom maar. En dan gaat ze hier weer doorlopen. Doe maar, meisje. Kijk eens hoe lief dit is. En dan wacht ze daar weer even, hè? Jij. Hij doet heel rustig met mij. Kom maar. Doe maar, schatje. Keurig. Oeh, ja. Het is voor mij zowat een halve marathon lopen zo. Dus. Nou, dan gaat ze hier even snuffelen. Kom maar, schatje. Moppie, kom maar. Kom mee? Ja, kom maar. Ja. Ga toe maar. Ja, loop je door? Of ga je weer snuffelen? Hé. Ja. Jij, schat. Toe, lopen. Schatje, doe maar. Ja. Dat zeg ik, zij is zo lief. Zij is zo rustig. Goedemorgen, schatje. Hé? Jij. Ja, je bent lief. Kom, en waar is tante Lau? Kom, waar is tante Lau dan? Ja, zoeken. Waar is tante Lau? Ga maar zoeken. Waar is tante Lau? Kom, ga zoeken. Waar is tante Lau? Ja, doe maar. Ja. Waar is tante Lau dan? Toe, lopen. Lopen, kom. Schatje, kom. Ja. Toe. Ja, goed zo. Wat ga je doen, schat? Wat ga je doen? Serieus daar liggen? Mevrouw Bergheid is er weer, hoor. Lau, wil je lachen? Moet je kijken.
Mevrouw Berggeitje. Berggeit, toch? Deze wel nu, inderdaad. Ja, dit is, en dit is mevrouw Berggeit nu. Poelie. Wat zeg je nou tegen jou, hè? Ja, wat zeg je nou tegen jou, hè? Ik denk, we lopen in de pingwing. Mevrouw Berggeitje, hè? Ze mijn... Oh. Serieus, ga je echt hier liggen, leed. Ik wilde eventjes een betere video van me hebben. Leed, kijk eens. Koekoek. Nee? Wat denk je? Oude bovenburen, deze bank die ligt al fijn, zo. Hè? Is fijn, hè? Zo, op en op de leuning, ja. Ben jij een gekke hond, wist je dat? Als het maar goed ligt, hè, Leed. Ja. Nou, Lady vindt het leuk om dan nog eens een keertje hier te gaan liggen. Ja, serieus. Letterlijk en vrolijk te gaan liggen. Ja, de kussens die liggen tegen mij aan. Ja. Dat vindt ze fijn, zeg maar. Ja. Mag ook wel, hoor. Hé, meisje. Hé. Lekker, tutje. Is het lekker, hè? Is het fijn? Nee, is het lekker. Doe maar. Het is oké. Het is oké. Niet? Oh, wie komt dat dan? Is dat de baas? Oh. Kopjes geven. En dan moet zij eventjes aan de achterkant even snuffelen. Likken. Nee, niet. Niet likken. Nee. Is dat die overhemd zonder knoopje? Ja. Moet ik die even binnenkort even maken voor je? Want ik heb nog knoopjes zat. Ik ook. Mooi. Mooi. Deb, geef jij je handen eens even een row. Het is een experiment, hè? Krijg ik pijn? Nee. Nee, niet. Nee, één lap is genoeg. Even kijken. Nee. Even kijken. Weet je hoe het werkt? Wat is dit? En dus ik film dus nu alleen je hand, wat heb? Ik weet niet of, je zal waarschijnlijk iets voelen, maar de bedoeling is dat jou niet aanraakt, maar je wel iets voelt. Okay. Ik weet niet wat het is namelijk, dus, maar... Ja, warmte. Warmte, oké. Ja. Heb ik het aangeraakt? Nee, toch? Nee. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Ik voel een soort van krachtveld uit elkaar. Ja? Ik voel het niet. Maar... Ja, het begint met warmte en dan hier is het wat kouder. Oké. Okay. Dat is lastig. Even kijken. Kijk omdraaien. Even kijken. Even voelen. Dat is heel raar. Het lastig te lezen. Hier zit dat. En twee.
Dat moet dan met een 2. Ik weet het niet. Geen idee, met een 2. En wat heb jij dan met een 2? Moet ik dan met een 2? Ik heb 2 kinderen. Oh, oké, dat kan. Ja, oké. Okay. Dat hoef ik niet. Oké. Okay. Dank je. Wat is dit? Ja, nou, het is inmiddels al 9 uur in de avond. Ik heb eventjes weer op bed gelegen vanaf, nou ja, 3:30 tot, nou ja, 6:30 of zo. Ik heb niet geslapen, ik heb gewoon weer gehuild van de pijn. Ik heb onwijs veel pijn. Ja. De bom is ook eventjes vandaag gebarsten, zeg maar. Ik vroeg iets aan Rauw, maar dat kwam ook niet echt helemaal binnen, omdat hij ook moe was. Logisch, en dan ben ik zagrijnig moe, pijn. Dus dat werkte een beetje averechts. Mijn eettafel die vloog en door de lucht. Mijn bureaustoel die vloog door de lucht. Dus ja, dan weet je het wel. Door mij, maar niet door Rauw. Rauw die heeft me wel weer ondersteund, zeg maar. Want ik brak gewoon. Kon het gewoon even niet uitbrengen. Ik heb even liggen janken in zijn handen, gewoon zeg maar. Toen kwam Debbie, daar heb ik ook nog eventjes in de armen even gehuild, zeg maar. Dus ja, al met al, het gaat niet goed. Het doet gewoon zeer. Maar ja, morgen om 9:30 kan ik dus, pas bij het ziekenhuis terecht in de ochtend. Dus dan gaat er ook gewoon wel mee. Maar ik ben zo beroerd. Ik wil eten, maar ik weet niet wat ik moet eten. Ik weet wel wat ik moet eten, want ik heb het in de koelkast. Maar ik heb geen energie om het te maken. Gewoon niet. Daarom zeg ik al, het doet onwijs veel zeer. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik weet niet waar ik het vinden moet. Gewoon niet. Dus, ja. Dat was eventjes dat. Ik zit dus nu half liggend op de bank. Met pijnschuit van heb ik jou hier. Ik ga proberen even, hoe heet dat? Afleiding te zoeken om even te kijken. Want liggen dat gaat ook nou niet meer. Want dan wordt gek. Lopen gaat niet. Want dan, dat heb ik vanochtend gemerkt met Lady. Ik wil juist lopen, maar ik zak juist weer en helemaal poten heen. Dus ja, het gaat niet best. Kan ik je vertellen. Nope. Dus ja, Rodi moet nog eventjes. En dan als Rood thuis is, even kijken wat hij nog kan doen eventueel. Of dat hij hier slaapt of thuis. Maar ik denk thuis, terwijl ik hem wel even heel hard nodig heb om gewoon, ook al is het gewoon dat hij even bij me ligt of even bij me knuffelt, mag ook. Maar hij zal wel moe zijn. Dus dat. Ik ga nu eventjes chillen. Tot zover. Ja, medicijn heb ik dan niet. En dat is een kloot, hè. Want een normaal iemand die kan gewoon namelijk medicijn innemen. Maar ik mag geen paracetamol, ik mag geen ibuprofen. Ik heb een maagverkleining, dus ik mag een hele hoop niet. Dus ja, dan loop je tegen muren op, omdat het zoveel pijn doet en je kent niks. Dat is het probleem. Ik kan niks. Het is knijterhard, het doet zeer. Ik kan gewoon niks beginnen. Dus ja, wat doe je eraan? Niks. Afwachten. Geduld hebben. En een leuk weekend ervan maken. Sowieso, hoop ik. En anders lig ik gewoon weer half op de bank op bed. En een beetje, ja, de editor een beetje helpen hoe die moet gaan editen. Jee. Nou, het is dus nu alweer inmiddels 3:45 in de nacht. Ik kan niet slapen door de pijn. De pijn is er nog wel. Ik heb wel wat medicijnen ingenomen. Dankzij Ro. De pijn is er nog wel, maar iets wat minder. Maar dat gaat al wel deels alweer uitwerken. Dat merk ik. Ik probeer zo meteen wel wat te slapen. Ik ga zo meteen wat drinken nog pakken. En dan ga ik proberen te slapen. Dus ik wil zeggen tegen jullie, mocht je deze vlog nou leuk vinden,
Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren hier beneden. Laat even een belletje achter, dan blijf je op de hoogte. Doe het duimpje omhoog en laat even een reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.